uit een volgende oefening uit de Jimengong van Tai Chi Chuan Chen is dubbel. Kijk, I, R, San, Chi, Ba, Chu, Chi, Ba. De handen zijn ook belangrijk, ja? Ja. We hebben stijlen bijvoorbeeld in Yang, is het dit. Of in Family Style heb je verschillende stijlen in. Chen is de origineel stijl, ja? Bijvoorbeeld. Wat gaan we dan nog doen? De rechter stoot bijvoorbeeld, ja? Kijk. Kijk, één. Zie je? Dat hand is zo. Zie je? Als dat dit is, komt die Yang op die Yang. En als je Yang met Yang hebt. Dit, ik heb dit dus, kijk, I, ziet? I, in die beweging, ja? Ja, dan ga ik verder met een andere, ja, kijk. Hak hier in een andere fase, kijk. Ja, ziet? En van hieruit is die energie dat ik gebruik, ja? Dus nog een keer, ja? Dus kijk, I, R, San. Chi, pa, ja, en dat proberen. Ja. Die oefeningen even doen voor gevangenen en voet, om weer op dezelfde grootte te smitten. Ja. Ja. Dus we hebben dit gedaan, ja, we doen, ja. En nu gaan we dat samen doen, ja. Hop. Kijk, aan die ellebogen zakken. Ellebogen zakken, ja. Hop, kijk. Kijk, en zie je ook die zending van die energie die ik heb. Ja. Wat moet ik doen? Kijk, die constant. Dus een plaatje, wij gaan dat een plaatje doen, ja. Dat is ook een soort chisel. Chisel in de wings die je dat hebt, ja. Want dat is chisel met de Tai Chi Chuan Chen. Ja. Dus ook de basis, ook de invloed van de Shaolin Tempel op het Wing Chun en Shaolin Kung Fu. Ja, we gaan dit proberen met die oefening, hè. Met twee mobielen zou het groter dus doen. Ik zal nog enkele details zeggen ook. Van die oefening die we allemaal gedaan hebben, hè, bijvoorbeeld, ja. Dus deze oefening, ja. Deze oefening ook, links-rechts, ja. Met het stoppen, ja. Doe maar op, ja. Hop, doe maar op, ja. Dubbelhanden, ja. Ja. Kijk, wat er ook allemaal gebeurt in de pepersoen bijvoorbeeld, ja. Kijk, hier is het ook belangrijk, kijk. We zien dat niet gewoon dit is. Alles beweegt, kijk. Ja, we gaan naar hier. Kijk, één. Kijk, ik kan wat zeggen. Ja, maar dat kan. Ziet je?